En Eddie, als je kijkt, je kijkt nooit. Maar jij doet het helemaal nooit. Dus ik ben degene die dit dan alweer moet doen. Oh, ik had trouwens wel op 2 keer kunnen drukken. Nou ja. En ergens schaam ik me ook weer gewoon diep. Ik dacht, ik ga het gewoon vertellen, want ik vind het gewoon helemaal leuk. Best onderweg naar het ziekenhuis. Ja, ook het feit dat ik eigenlijk echt niet wil wachten en gewoon het wil laten checken. Daar zijn we weer. Het ziekenhuis vol herinneringen. De gezusterskoorts, waarvan 1 ook echt flink dikke koorts. Weet je wat ik aan het filmen ben? Word er iets meteen. Goedemorgen, het is weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer gezellig meekijkt met ons. Het is vandaag maandag en het is lekker op tijd. 9:10 en we zijn onderweg naar onze fotograaf Patricia. Super veel zin in, want we gaan vandaag shooten voor ons nieuwe boek. Ja, ik dacht, ik ga het gewoon vertellen, want ik vind het gewoon helemaal leuk. En we zijn al een tijdje mee bezig uiteraard. En ja, nu gaan we dus de shoot doen voor de cover en voor de pagina, een aantal pagina's qua categorieën die in het boek zitten. Ik ga jullie nog niet alles vertellen, want ik vind het wel leuk om het nog een klein beetje soort van geheim te houden wat het nu precies gaat worden. Maar in ieder geval, er komt dus een nieuw Vermama boek. Echt super, super gaaf. En klein tipje van de sluier. Je gaat er heel veel aan hebben qua lekkerigheid. Dus lekkerheid. Wat zou het zijn? Spannend. Wie het goed kan raden hieronder? Nee, grapje. Maar goed, wij zijn dus helemaal bepakt en bezakt. De kindjes net weggebracht naar het kinderdagverblijf. Zelf de hele auto vol met kleren en spullen, et cetera. En nu dus bijna bij Patricia. Zij doet eigenlijk altijd... Oh, je gaat volgens mij... Oh nee. Zij doet eigenlijk altijd onze foto's. En we gaan zo meteen eerst naar een andere locatie. Want we hebben namelijk een hele toffe keuken waar we mogen gaan shooten zo meteen. Dus wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Jeetje, spannend. Ja. Je kunt ook gewoon zeggen. Ik had ook gewoon zeggen. Nee. Ik hou spannend. Lekker. Nou, wij zijn inmiddels gearriveerd op de locatie. Op de eerste locatie. En we zijn al eigenlijk super goed bezig. Want we hebben de eerste 3 of 4 categorieën hebben we al geshoot. En we hebben ook nog trouwens een heel leuk en heel schattig lief model erbij. Zo'n lievertje. Als ik ooit een hond wil, dan is het zoiets. Kijk. Wat zitten jullie te lachen? Ja, jij dacht dus van, nou weet je, wij staan binnen in positie. Ik ga vertellen wat ik aan het doen ben. Klopt. Het is iets alsof ik nu naar de Albert Heijn even rijd. Nou, ik wilde even wat leuke sfeer wilde maken. En toen dacht ik, maar ik heb nog niet gezegd dat we er zijn. Het moment is misschien niet helemaal nu. Nee, klopt. Maar ik dacht, ik ga even de camera aanzetten. En dan kunnen jullie kijken wat wij allemaal voor leuke dingen aan het doen zijn. Ja, ga ik. Oké. Ik wilde eigenlijk goedemorgen zeggen, maar het is al lang geen morgen meer. Ik heb er eigenlijk al een hele werkdag op zitten. En om deze werkdag af te sluiten ga ik even iets leuks doen. Want, nou, een beetje zinnen verzetten en zo. Want ik heb namelijk van de meiden heb ik een mapje gekregen van het kinderdagverblijf. Waarin ik een soort van collage moet maken met mensen die dicht bij hun staan. Zodat dat zeg maar in het boekje gaat bij hun van het kinderdagverblijf. Heb ik bij Ramos heb ik dat ook gedaan. 3 jaar geleden zeg maar. En van de meiden heb ik dat nu al 2 maanden of zo. 1,5 maand op de zoldertrap liggen. En ik heb het nog steeds niet gedaan. Dus dit is even het perfecte moment. Einde van de dag. Eventjes wat uitprinten. En dan kan ik dat gaan inplakken zeg maar in hun plakboekje van het kinderdagverblijf. Dus ik heb hier mijn laptop staan. En mijn telefoon met allemaal foto's erop. En ik dacht, ik ga gewoon opa, oma, papa, mama, zusje en broer doen. Dan heb ik volgens mij wel genoeg foto's. En dat dan allemaal 2 keer. En ik ga ze weer uitprinten met mijn nieuwe printer. Ik had een tijdje geleden natuurlijk al verteld over deze nieuwe printer. En ik dacht, ik ga het toch weer even met jullie delen. Want er zit nog steeds een korting op. En die code die heb ik onderaan in de beschrijving gezet. Het is dus de HP Envy printer. En als je deze via bol.com bestelt, dan krijg je met mijn code Kimberly10 krijg je 10% korting. En je krijgt 6 maanden instant ink erbij. Ja, en ik vind die instant ink wel echt super fijn. Omdat je dan dus nooit meer zonder ink zit. En
Ja, voor mij, omdat wij natuurlijk heel veel labels printen binnen New Fit Mama, is dat dus echt heel handig. Ik zal dus even de link onderaan in de beschrijving zetten. Want dan kom je bij de juiste printer uit en dan heb je de juiste link met de korting, code die je dus in kan zetten. Maar eerst ga ik dus de foto's. Ik wou zeggen selecteren, maar ik heb echt letterlijk zoveel foto's in mijn telefoon staan van de meiden en van onszelf, dat ik eigenlijk gewoon alleen maar gewoon klik moet doen en dan kan ik hem printen. Even kijken, welke is leuk? Oh, deze is leuk. Even kijken, afdrukken, ja. Oh, ik had trouwens wel op 2 keer kunnen drukken. Nou ja. Kijk. Dat is 1. En de volgende. En dit is de volgende. Oh my god, dit is toch het allerliefste ooit. Kijk nou, wat een schattig kind, hè. En ergens schaam ik me ook weer gewoon diep, want echt, dit ligt dus al zo lang op de zoldertrap en het moet al zo lang gebeuren. En Kimberly is van het uitstellen en Eddie, als je kijkt, je kijkt nooit, maar jij doet het helemaal nooit. Dus ik ben degene die dit dan alweer moet doen. Ik ben benieuwd hoe dat bij jullie gaat. Waarschijnlijk is het bij iedereen van jullie zo dat dit soort taken gewoon bij jou dus als moeder ligt en dat die mannen dit soort vreubeldingetjes dus niet zelf oppakken. Tenminste, bij ons is dat wel zo. Sorry Ed, ik zeg gewoon eerlijk. Maar goed, ik voel me dan wel weer en helemaal goed dat ik het dan alsnog doe. Ook al is het 2 maanden te laat. Mag de pret niet drukken, uiteindelijk komt het dus goed. Even kijken, wat ga ik nog meer doen? Dan hebben we hier nog de moeder van Ed met, ik denk Charlie. Maar er zit iets voor de gezicht, dus ik weet het eigenlijk niet zeker. Maar ik denk aan het lijfje te zien dat het Charlie is. En tot slot heb ik dan deze. Oh, het is echt zo'n mooie herinnering. Dit was afgelopen zomer op het strand in Callantsoog, waar we op vakantie waren. Maar als het goed is, trouwens binnenkort weer heen gaan. En dan zijn ze compleet. En dan denk ik dat deze dus voor Charlie is. Omdat ik dus denk dat dit Charlie is. Gaan we maar gewoon vanuit voor het gemak. En dan zijn deze voor Bobby. Nou, dan hebben we het helemaal. Goedemorgen, het is inmiddels woensdag. En het is nog best wel vroeg. En wij zijn onderweg naar het ziekenhuis. Want ik had jullie nog niet helemaal bijgekletst. Maar ik heb afgelopen maandag toch gebeld naar de dokter. Dat ik het gewoon onderzocht wilde hebben. En ja, ik zou eigenlijk nog een week moeten wachten. Voordat ik überhaupt weer naar de huisarts zou gaan om te laten checken. Maar ik heb uiteindelijk dus afgelopen maandag gebeld. Over het feit dat ik eigenlijk echt niet wil wachten. En gewoon het wil laten checken. Gelukkig was hij wel heel meewerkend daarin. Dus zijn we nu 2 dagen later, 's ochtends vroeg onderweg naar het ziekenhuis. En heb ik zo meteen en een mammografie en een echo van mijn borst. En gaan ze dus onderzoeken wat die verdikking dan is. En dat is best wel spannend, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ik hoop gewoon heel erg dat het, dat het duidelijk is dat het niks is, laat ik het zo zeggen. Dus dat we eigenlijk gewoon en heel goed nieuws krijgen en dat dan ook snel hebben. Dat is gewoon natuurlijk wat ik heel erg hoop. Maar goed, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Goed verhaal dit. Maar goed, ik ben best wel een beetje zenuwachtig eigenlijk. Ik heb ook geen hap door mijn keel gekregen. Ik heb zelfs niet eens koffie gedronken. Ik kan gewoon niks wegkrijgen. Ik moet gewoon eerst het onderzoek hebben en dan, dan weet ik het tenminste. Daar zijn we weer. Het ziekenhuis vol herinneringen. Hier lagen onze meisjes 10 weken. Dus hier liggen nogal wat herinneringen. Oh jongens, ik ben zo opgelucht. Echt niet normaal. We zijn inmiddels een aantal uurtjes verder. Ik heb besloten om vandaag niet te gaan werken. We zijn lekker met Ramos naar de peutergym gegaan. Want mijn ouders die passen altijd op woensdag. En dan gaan zij altijd met hem naar de peutergym. Maar nu dacht ik, nee, ik ga zelf mee. Ik ga vanmiddag lekker wandelen. Ik ga gewoon op mijn gemakje doen. Want ik heb dus een goede uitslag gehad. En daar ben ik zo van opgelucht. Echt, je wil niet weten. Aan de ene kant wil je niet uitgaan van het ergste. Maar aan de andere kant ga je toch erover nadenken als je zo'n knobbel in je borst hebt. Maar gelukkig is dat dus niet nodig. Ik kreeg vanochtend eerst een mammografie.
Wat ik trouwens niet heel erg vervelend vond of zo. Dat zal voor iedere vrouw anders zijn. Want ik denk dat ieder borstweefsel ook anders is. Maar ik vond het niet zo vervelend als dat ik had gedacht. Aangezien er best wel wat horrorverhalen de ronde gaan, zeg maar. En toen moest ik even wachten. En daarna kreeg ik een echo van een arts die ook meteen de mammografie al had bekeken. En die concludeerde dat het dus echt borstweefsel is. Wat ja, opgestapeld, zeg maar, is. En hij had er een naam voor. Het heet mastopathie. En ik heb eerlijk gezegd wel even snel gegoogeld. En wel wat gevonden. Goedaardige aandoening aan de borst. Kan met hormonen te maken hebben. Maar ik heb het nog niet heel uitgebreid bekeken. Dus dat ga ik zo even doen. In ieder geval wat dus fijn was. Was dat er vanuit zijn kant dus geen twijfel was over. Of het misschien kwaadaardige cellen zouden zijn. Of wat dan ook. Die twijfel was er niet. Dus er is er verder ook geen biopt of zo afgenomen. Dus ik ben zo blij. Ja, wat ik nog heel even aan toe wilde voegen. Ik heb echt zoveel berichtjes gekregen van jullie. Via DM, via een post die ik had gedaan. En ook via de mail. Echt niet normaal. En dat is zo lief dat dat gewoon... Voor mij was het een soort van afleiding. Want ik heb gisteravond en vanochtend echt al die berichtjes zitten lezen. En dat was gewoon een hele fijne afleiding. Dus... Ik heb het al persoonlijk gedaan bij de meesten, maar ook vanuit hier nog even echt super bedankt daarvoor. Echt heel erg lief. Zo, de dames zijn wakker van hun middagslaapje. Kom maar uit. En hé. Ja. We hebben heel fijn gechilled. Charlie heeft lekker geslapen. Bobby ook, maar die was al eerder wakker. En omdat mijn moeder altijd oppast op woensdag, was zij lekker beneden. En kon ik even een paar uurtjes chillen in bed. Dus... Zoals je ziet heb ik het er helemaal warm van gekregen. Maar ik moest heel even ja, alles een beetje laten zakken en even een beetje tot mezelf komen. Dus dat heb ik gedaan. En nu gaan we lekker samen douchen met z'n tweeën. Ik deed eerst altijd de meiden ja, gewoon in het badje zeg maar zitten. Maar nu probeer ik af en toe gewoon echt apart met ze te douchen. Om ook een beetje quality time samen te hebben. Dus dat gaan Charlie en ik doen vandaag. Nu, nog lekker voor het eten hè. Ja. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik zit in de auto en ik ga Sander ophalen zodat we lekker kunnen gaan werken zometeen. De hele dag. En ik ga jullie meenemen, want ik heb allerlei leuke dingen te doen alsnog. Gisteren heb ik natuurlijk niet zo heel veel gefilmd. Omdat ik gewoon na het goede nieuws gewoon heel erg wilde chillen. En alleen maar gewoon met kindjes thuis zijn. En nou, ik heb zelfs nog gewoon 2 uur op bed gelegen en vlog zitten kijken en geslapen en... Nou, het was echt helemaal chill. Ik had het ook echt even nodig om ja, een soort van bij te komen. Nu gewoon weer volle bak aan het werk. Ik heb mijn shakey gemaakt. Dit keer zonder avocado blokjes, maar, want die had ik niet meer. Maar met havermout, banaan, spinazie, blauwe bessen en amandelmelk. Super lekker. En nu ga ik dus rijden, want ik moet Sander ophalen. En ja, we gaan met mondkapje naast elkaar zitten. Heel ongezellig, maar goed, dat doen we gewoon. In de auto dan. En dan gaan we werken vandaag. Oké, wij zijn op kantoor. Het was een hele hindernis, want we stonden hier voor de deur. En toen bleek dat mijn kantoorsleutel niet aan mijn bos zat. Dus dat was even een beetje irritant. Maar goed, we zijn er. En ik zat net in de auto te bedenken. Want ik had natuurlijk verteld over mijn ochtendshake. En toen dacht ik, misschien is het wel leuk om een keer spontaan een What I Eat in a Day op te nemen vandaag. Gewoon omdat ik dacht, dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Ondertussen trouwens even deze aan het spuiten. Echt zo lekker. Als je nog een keer een geurtje zoekt. Marie Stella Marie op Je Amsterdam. Echt heel lekker. Dus. Ik doe even voor Sander. Dit is trouwens Sander jongens. Hoi. ja, ik heb allemaal broodjes, snackjes en zo allemaal meegenomen. Dus ik ga jullie vandaag gezellig meenemen wat we eten. Of wat ik eet eigenlijk. En nu aan de bak, want het is bijna 9 uur en we hebben nog niks gedaan, dus lichtelijke stress hier. Het is tijd voor snackje 1, koffiepauze, 5 voor 12. Even kijken, deze heb ik al op. Dan heb ik nu een kop thee, koffie. En ik heb een zakje met ongebrande en ongezouten cashewnoten. Dus dat is mijn ochtendsnack. Oké, nog steeds dezelfde locatie.
Ik heb inmiddels heel wat mails beantwoord. Ik ben bezig geweest met een vlog. Ik heb labels uitgedraaid voor alle Nieuwe voor Mama supplementen, alle pakketjes. En nu is het tijd om te gaan eten. En ik heb dit keer, want heel vaak dan smeer ik lekker op het werk, want dat vind ik gewoon verser en gewoon lekkerder. Maar nu is het zo dat mijn ouders die krijgen deze ochtend de sleutel van hun nieuw appartement. En wij zouden daar gaan kijken. En ik had een beetje verwacht dat dat rond lunchtijd was. Dus ik dacht, ik ga mijn boterhammen alvast smeren. Nu is dat niet zo, we gaan iets later kijken. Maar ik heb toch gesmeerde boterhammen. En ik heb ook iets anders gedaan dan anders, want ik heb er alvast een beetje sla op gedaan. Oké, hier komt het. Wat het is, zijn 4 boterhammen dit keer. Hummus aan de onderkant met zongedroogde tomaatjes en een beetje ijsbergsla. Ja, en that's it. En op deze andere zit hetzelfde. Dus dat ga ik lekker eten. Voor degene die denkt, eet je 4 boterhammen? Ja, ik eet soms 4 boterhammen, maar dat ligt een beetje aan de tussendoortjes die ik heb. En wat ik de rest van de dag of week al heb gegeten. Het is namelijk zo dat ik de afgelopen dagen... helemaal vet van die zongedroogde tomaten. Gadver. Afgelopen dagen heb ik even iets minder goed gegeten. Of tenminste wel goed, maar niet zoveel. Want ik ben het type persoon die als ik een beetje stress heb, dan krijg ik geen hap door mijn keel. Dus om weer een beetje in te halen van de afgelopen dagen heb ik gewoon nu een extra boterham. Zo simpel kan het zijn. Tijd voor een middagsnack. En ik ga even voor Sander en mij lekker een shakey maken. Ik kies trouwens altijd chocola, Sander. Ja, ik hou ook echt van chocola. Echt heerlijk. Allerlekkerste smaakje vind ik chocola. We gaan binnenkort trouwens een nieuwe smaak toevoegen. Want dat willen we gaan doen. En we hebben keuze uit meerdere verschillende. Goed verhaal trouwens, ik weet niet precies welke. Kom maar later nog een keer op terug. Wanneer ik de smaak ook weet. Even kijken. En je kan dus een shake maken met melk van de koe, van sojamelk, amandelmelk. Dus hebben we nog meer, kokosmelk. Is dat lekker? Nee, weet ik niet. In ieder geval, en water. En wij maken hem nu gewoon met water, omdat we ook al gewoon prima hebben geluncht. Doen we gewoon water, ongeveer 200 milliliter. 1 schepje eiwit. En dan heb je een lekkere shake. En in onze shakebeker zitten trouwens, heb ik hem hier liggen? Nee. Van die rondjes, als je die gebruikt dan klont het hier niet. Sowieso klont het deze eigenlijk bijna niet, omdat hij heel lekker dun is qua structuur. Maar met het rondje, het balletje wat erin zit, weet je het helemaal zeker. Als u. Ah, dankjewel. Keetjes opgehaald, Ed opgehaald. Nu gaan we eindelijk bij opa en oma kijken bij het nieuwe appartement. Super nieuwsgierig. Heel leuk. Ga je mee, schat? Ga maar een beetje aan de kant lopen. Zo. Het is 4:10. We zijn net terug van mijn ouders. We hebben naar het appartement gekeken. Super mooi. Oh, ik wil het openmaken? Ja. Daar gaan zitten. Ja, en nu moeten we nog even werken. Ik baal een beetje, want ik krijg het dus echt allemaal niet af, omdat ik gisteren niet heb gewerkt. Maar goed, het is niet anders. Ik ga nu nog even een uur knallen. Ed is even pakketjes wegbrengen van de supplementen. Bobby en Charlie liggen op bed. Bobby heeft 40 graden koorts. En ik dacht, ik ga even mijn snackmoment laten zien in het kader van What I Eat in a Day. Heb ik deze, maar ik denk niet dat ik die allemaal ga eten hoor. Want dat vind ik veel. En ik heb nog mandarijntjes, dus die ga ik eten. Ik denk dat we wel op tijd eten, want Ed moet vanavond werken. Dus dit is nog even mijn extra middagsnack. Buiten die shake, zeg. Naast die shake. Daarom. Ja. Moeten we vanavond even naar Vita. Oh. Als je je afvraagt hoe het gaat als ik ga werken met een peuter in de buurt. Nou niet. Daarom doe ik dit ook nooit. Alleen nu was het natuurlijk even een onderbreking omdat we naar mijn ouders gingen. Maar goed. Ik heb even deze nog gemaakt. Oh ja, mijn laptop is ook raar. Ja, dit is mijn laptop. Ik denk dat er iets niet helemaal goed gaat. Denken jullie wel? Dit is echt niet oké hoor, wat dit ding doet.
moet ik natuurlijk wel helemaal eerlijk zijn. Weet je wat ik aan het filmen ben? What I eat in a day. Oh. Het is dus zo, kindjes liggen net op bed. Het is eigenlijk een paar minuten voor 7, maar we hadden ze even iets eerder in bed gelegd. En nu moeten we eigenlijk nog best wel wat dingen bespreken voor werk. En ik had eigenlijk niet zo'n zin meer, maar Ed was mij aan het overtuigen. En toen zei hij van, ik ga lekker koffie zetten. En toen had hij dus koffie gezet met dit op tafel. Zodat hij wel wist dat ik natuurlijk meteen naar tafel zou komen en aan tafel zou zitten. Want ik kan dat dus niet weer staan. Dus dit hoort ook maar bij mijn what I eat in a day. Alleen ik ga er niet te veel van eten. Want ja, bijna weekend en dan zijn het ook weer genoeg dingen. En ik ga zo meteen nog even sporten namelijk. We hebben even de gezusters uit bed gehaald. De gezusters koorts, waarvan één ook echt flink dikke koorts. Maar goed, ze is en verkouden en ze krijgt tanden. Dus het zal wel de combinatie van beide zijn. Maar ze zitten hier zo schattig echt. Ga je lekker naar bed, meid? Ja. Ja. Gaan jullie weer slapen samen? Ja, die hè. Kijk hoe lang haar ze krijgt. Niet normaal, hè? Is toch te lief met een klein krulletje. Gaan we slapen? En in het kader van What I Eat in a Day heb ik hier nog een yoghurtje. Ja, lekker met een beetje havermout, een paar rozijntjes en een beetje pindakaas. That's it. Maar wel gewoon lekker. Zo, lekker in mijn pyjama met nog net wakker hoofd. Maar goed, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik heb weekend. En die begint heerlijk, want ik heb hier een zieke dame die echt niet lekker is. Ze heeft de hele nacht gesproken met 40 graden koorts en met zetpil alsnog 38,5. Dus die is echt niet lekker. Dus ik denk dat ik vandaag niet heel erg veel verder kom dan in mijn pyjama hier met deze dame op de bank. En een beetje proberen om de rest hier in toom te houden. Dat vind ik dus echt heel erg lastig als er één zieke is die continu zeg maar hangend bij je wil liggen. Ja, dan heb je er gewoon nog twee die daar niet heel blij van worden. Vooral natuurlijk de oudste. Dus dat vind ik altijd best wel een beetje lastig. Ik ben de oudste. Ja, jij bent de oudste. Ja, klopt. Dus ja, we gaan zien wat de dag brengt. Het enige doel voor vandaag. Oké, ik heb twee doelen. Eén is dat ik zo relaxed mogelijk wil zijn. En haar gewoon zoveel mogelijk alleen maar bij mij wil laten liggen. En doel twee is dat ik ga sporten. Want Maar ik moet ook naar Vita werken. Nee, je hoeft niet te werken, schat. Want ik heb deze week echt heel weinig gesport. Gewoon door de hele situatie en het onderzoek en zo. Stond mijn hoofd eventjes daar niet naar. Maar dat betekent niet dat ik het veel, dat ik het dan de rest van de week ook niet ga doen. Dus vandaag moet ik gewoon gaan sporten. En ik ga dat eigenlijk gewoon, als zij zo meteen op bed ligt, meteen doen. Dat heb ik lekker gedaan. Gewoon niet thuis. Ja, maar hoef jij niet thuis. Dus dat is mijn doel voor vandaag. En voor de rest zie ik het allemaal wel. Ik hoop dat het een beetje gaat zakken. Want echt, elke aanraking begint ze, ook al raak ik maar even zo, of iemand eigenlijk haar aan, dan begint ze te huilen. Dus gewoon echt kort. Ik was jullie kwijt. Jullie lagen in de bank verstopt. Want dat had ik gedaan dus, omdat de meiden anders altijd die camera afpakken. Maar ik was jullie even kwijt. In ieder geval, Ramos is lekker door mijn tante opgehaald. Echt super fijn. Want ze zag mijn Instagram dingetje, zeg maar. Ik had een story gemaakt over dat Bobby ziek is. En toen zag ze dat. Zei ze, oh, kan Ramos wel ophalen. Dus dat is echt heel fijn. Eén, gewoon voor hem. Want ja, weet je, als je dus 3, bijna 4 bent, heb je echt geen zin om de hele dag naar het gehuil van je zusje te luisteren. En ook niet om binnen te zitten. En voor mij is het ook wel lekker, want dan heb ik iets meer mijn handen vrij. Dus dat is fijn. De meid ligt nu op bed. Ik denk nog ongeveer een uurtje, hoop ik. Dus ik ga nu even sporten, want dat was mijn doel natuurlijk. Mijn goal voor vandaag. Dit is toch zo gezellig. Bobby slaapt nog. Dus Charlie en ik gaan met z'n tweeën eten. Nou, dat hebben we natuurlijk nog nooit gedaan. Dus we hebben een primeurtje hier in Meid. Maar in ieder geval, dat vind ik gewoon even leuk. Een beetje quality time. Ik heb voor mezelf een wrap gemaakt. En ik ga er zo meteen nog een maken. Maar deze passen niet twee op mijn bord. Dus dit is de eerste.
En ik heb er pompoenhummus onder. Verse spinazie. Deze komkommer die was eigenlijk een beetje aan het einde van zijn houdbaarheid. Dus de schil was helemaal verfrommeld. Die heb ik er voor deze keer even afgehaald. Normaal gewoon erom laten zitten. Hè, want daar zitten natuurlijk ook nog de vitamine in. En dan heb ik er nog feta kaas, cashewnoten, cherry tomaatjes bij gedaan. Dus dat is een lekkere lunch. En toen was het inmiddels 5 uur. En ik heb nog steeds een soort van dezelfde situatie. Alleen nu is de tweede dame ook ziek geworden en heeft inmiddels ook koorts. Dus ik heb me eigenlijk eraan overgegeven. Ik ben gewoon de hele dag al met hun hier op de bank aan het zitten en chillen. Ze hebben ook wel een beetje geslapen, maar ja, toch iets minder dan verwacht of zo, zeg maar. Maar goed, Ramos is wel lekker op pad en dat vind ik heel fijn, want voor hem zou het helemaal vervelend zijn geweest. Dus dat. Dus ja, ik ga de vlog afsluiten. Want ik ga even bedenken wat we gaan eten vanavond. Ik heb nog geen flauw idee. Het is 5 uur, maar ja, ik weet het even niet. Ik kon ook niet naar de supermarkt natuurlijk. Dus we gaan het zien. Ed komt hopelijk zo thuis en ik ga de meiden knuffelen. Dus dankjewel voor het kijken en ik zie jullie volgende week weer.